Goed mensen van Minecraft, ja. We gaan vandaag weer onze lekkere Quest for Dragon Egg spelen. Part 19. Of part 20, ik weet niet meer precies. Ga ik dat altijd kwijt, joh. Part zoveel. Part, lees de titel maar. Ja, dan weet je het. En ik was er bezig met onze villa. Tenminste, ik had één laagje steen geplaatst en dat was het. Nou, villa. Chat. Ja. Het is nog geen villa. Nee, gewoon een huisje. Nou, gewoon huisje dat. Is het ook niet. Nee, appartementencomplex dan. Ja. We kunnen ook allemaal aparte kamers maken of zo. Van, hier heb je alle ovens, hier alle chests en zo. Ja, doe me dat wel. Hier alle CT's. Ja. Een enchantment room misschien? Of houden we die gewoon bij de Nether portal? Of gewoon een workroom met alle crafting tables, ovens en... Resources, chests. En chests, ja. En dan kunnen we daar nog een leuke jukebox neerzetten of zo. En we kunnen op de zolder misschien een brewing en enchant room maken. En dan ook als we die hebben de anvils te neerzetten. En een misschien een altar room. Ja, kan ook nog. Voor de Dragon Egg later. Ja. Do. Ik zal alvast even een dotje furnaces hier neerzetten. We kunnen natuurlijk ook doen dat we... Dat was volgens mij ook jouw idee. Dat we het veranderen in Quest for the Nether Star. Dat was jouw ja, idee. Daarna. Ja, daarna. Zeg maar een continue. Ja, dat kan, ja. Maar daar zijn we nu nog lang niet. Nee, we gaan eerst de dinges maar eens halen. De Ender Dragon. En dan gaan we misschien nog een Ender Farm maken. Ja. Misschien wel vet. Wacht even, ik zal gelijk even ladders plaatsen hier. Ik zal eens even slim doen. Volgens mij is één zo'n rondje precies genoeg voor één stack hout. Nou, dan kun je gelijk berekenen hoeveel stacks hout je nodig hebt. Ja. En dan komt er natuurlijk ook nog glas in. Maar gaan we gewoon glas doen of glas paints? Glas paints, denk ik. Ja, dat is efficiënter. Ja, ja, precies een stack voor een rondje. Nice. Best wel weg. Ik wacht papa. Zal ze wachten? Ja, ga dan daar zitten. Waar wachten jullie? Echt hè? Kleine broertjes, altijd irritant. Kleine zusjes, irritanter. Ja. Yeah. Kleine broertjes met ADHD en autisme. Heel het irritant. Het irritant. Fuck you, brother! Fuck you! Oké, broek naar beneden. Echt, hè. Oké, geweldig. Die vind ik altijd wel goed. Hij zegt altijd, fuck you, nee, broek naar beneden. Ja. Jij wil fucken, nou dan gaan we fucken. Glowstone. Wat is dit nou weer? Ik heb tenminste iets op mijn kop zitten. En ik heb alles er binnen. Nou, jij hebt niks. Messel, jij hebt ook wat op je kop zitten hoor. Een scheidreiger. Oh. Shit. Nee, geen shitreiger, scheidreiger. Ja, nee, puker. Mijn zwaard was kapot. Ah. Oh. Moet je misschien wat steen halen om hem te halen? Nee hoor. Hij... Dus toen ging ik schieten met mijn boog, maar had meer dan 4 pijlen nodig om dood te gaan.
Waarschijnlijk omdat ik niet, niet mijn boog spande, zeg maar. Doet het dan meer damage als je je boog spant? Ja, dan komt het ook verder. Ja, dat weet ik, maar... Nu is hij dus nog lang niet dood. Ik had gewoon mijn pickaxe moeten gebruiken. Ach, ik kom wel even snel helpen. Oh nee, joh, het is maar één zombie hoor. Eén zombie? Dadelijk hebben ze daar een hele party. Lopen ze van je cake te snoepen. Ik had geen cake bij. Of van je cookies. Hij is weg. Wat, een zombie? Ja. Gebrand zeker? Ja. Nee, ik heb niks gedaan. Nog niet let, met die hond lekker in de tuin. Ja, nou. Nee, dat is geen werken, dat is ontspannen. Ja, nee. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lekker mee. Ik heb van mijn pickaxe, maar anders overleef ik het niet. Vindt hij gewoon weer een cave met glowstone erin, hè? Oh, kom er zo aan. Very strange. Nee, joh, hoeft niet. Jawel. Ik ga toch terug naar huis. Nee, ik wil even weten wat het inhoudt, dat mysterie. Ik ga nou ga ik op onderzoek uit. Ja. Ja. Wat ja? Ja, pa. Wat is dan? Het is nou Tina vraagt. Ik kan ook kijken, ik snap dat je jaloers ben. Zoek naar de kip maar op. Ja, maar ik zeg een kuikentje. Of moet ik beter zeggen uilskuikentje? Ik kook even een stack bricks op. Jouw ouders zijn echt gek. Nou, dat wisten we al. Ja. Beetje lachen voor de recording. Toch? Is een mooi huisje. Ik ga even naar die village. Hey, een baby ocelotje. Oh, ik ga even naar de village, even leger over. Yep. Ja, ik wou er ook naartoe gaan, maar toen kwam ik erachter dat ik geen bijl had en dan stuurde het een beetje lang. Zullen we eerst niet even gaan slapen, want de zon gaat... Nee, ik heb nog genoeg sticks bij me en ik heb steen bij me. Dus bij mij is het geen probleem. Oké. Okay. Ja, maar ik heb liever niet ontploffende creepers eigenlijk. Ah, nee, dat is het probleem. Nou, ik gooi eerst nog even wat eieren tegen de muur aan. Daar ben je nou. Oh ja. Het is wel bijzonder dat die... Ja, is één kip. Twee kip. Echt. Heel veel kippen, bug. Bug report, kwamen 5 kippen uit een ei. Echt? Ja. 5 kippen uit 1 ei. Ja. Oké. Okay. Ook had nog wel een zwaard, maar ja. Hoe kan dat? Weet ik veel, bug. Oh, gewoon... ik vind het niet erg hoor. Nee, gewoon niet reporten. Is gewoon een eigen vijfling. Houd hem maar in. Toch? Nee, maak het beter. 25 kippen uit een ei. Ja, dat is waar. Nou, even slapen, dan ga ik nog even het opzoeken. Jo, is goed. De Minecraft wiki. Wat dan? Ik wil weten hoe je die flowerpots maakt. Oh, dat is simpel. Nee, ik kijk wel even snel, joh. Dat is hetzelfde als je een boot maakt, alleen dan met bricks. Een boot of een minecart maakt, weet je wel, in zo'n... Nee, ik ga toch even kijken, want volgens mij moet er ook nog dirt in of zo. Nee, ik heb het laatst nog gemaakt. Nee, ik ga even zelf kijken, joh. Uit de Dual Survival. Hebben we een zadel? Best wel stoer. Zadel zijn stoer. Nee, het is zoals je een... Als een bol of een glass bottle. Oh, ja, een of een bucket. Ja. Gaan we even een paar maken. Dat is een mooie decoratie voor buiten. Dat klopt. Kan je die bloemetjes er even inzetten? Ja, ik ga gelijk misschien nog een paar collecten voor een nieuwe huis. Shit, ik maak een iron hoe. Kut. Nou ja, altijd handig toch? Nee, niet kut, iron hoe. Boom.